17 potjes op een rij. Ik had het gevoel dat deze downloads veel langer duurden dan normaal. Dat snel. Ja, ik heb Babushka gevonden in Med Bay en ik heb helaas niks gezien. Oh. En Babushka was met mij eerst nog een task aan het doen bij Weapons. En toen is ze denk ik naar Med Bay gelopen. En ja, that's the end of Babushka. Sander, Sander, liep je achter me aan? Of liep je voor me uit? Ik was in admin of storage, tussen, daartussen. Nee, maar je stond bij Garbage Disposal. En volgens kon je mij achteraan lopen. Of liep ik voor jou uit, ik weet het niet meer. Heeft er iemand misschien iemand gezien bij security? Want daar, vanuit daar kan je venten naar Med Bay. Nee, dat heb ik niet gezien. Een nuclear meltdown. Denk ik. Wat? Ik liep wel zeg maar met Milan van de cafetaria naar de reactor. Klopt. En toen waren we met heel veel mannen in die reactor. Meer heb ik niet gezien. Hey, maar Sander, was je naar een reactor toe gelopen of niet? Want ik heb het even niet mijn bijgehouden. Nee, ik was niet naar een reactor toe gelopen. Waarom niet? Nou, ik was eerst in cafeteria, daarna zag ik Milan, toen ik daar vlak voordat ik daar uitging, zag ik Milan links toe lopen. Dat klopt. En vervolgens ging ik naar storage, en toen zag ik jou ook naar links lopen. Toen dacht ik, nou, dat zijn er twee. Dat is genoeg. Hoef ik niet ook daar naartoe te lopen. Ja, of Sander het nou wel of niet is, ik heb dat ook wel eens dat ik denk van, joh, er gaan nog genoeg mensen, dan ga ik ook niet. Ja. Dus ik zeg niet dat hij daarom niet is, maar ik vind het op zich wel leuk. Zijn jullie elkaar aan het verdedigen, of? Nee. Want dat is wat nee, ik bedoel te zeggen. Nee, want het is Milan, sowieso. Nee, dat doe ik even niet toe. Maar gaan we nou Milan stemmen of skippen? Nee, hoezo gaan we nou Milan stemmen? Ja, ik vind het wel leuk om Milan te stemmen. Heb ik vorige keer ook gedaan. Ja, daar weet ik dat je de vorige keer ook hebt gedaan. Oh, oké, dat is de enige. Ja. Toch moet het een keer goed zijn, toch? Als je... Ja, ik ben nog geen één keer in Polsen geweest. Ja, drie keer scheenschrijven. Dus, er komt nog een derde keer aan. Het licht gaat uit. Waarom gaat het licht nou weer uit? Ik laat iemand anders dat oplossen. Even kijken, ik heb Celine gevonden in security. Okay. Was naar de camerabeelden aan het kijken zeker. Ja, ze stond zeg maar bij dat die wiring fixing zeg maar. Ja, dat stroomverlegger zeg maar, dat ding. Ja. Heeft er iemand iets verdachts gezien? Nou, het enige al als hij in security was, dat zei je? Of toch? Ja. De enige die een beetje van die kant af kwam lopen was Luke. En die ging net electrical in. Ja, dat klopt. Ja. De deuren van cafeteria gingen open. Dat was toen er licht uitgingen. Als iemand iets verdachts heeft gezien, zou het ook kunnen zijn. Hoe zeg je dat? Ik zat vast in storage. Al die deuren waren inderdaad dicht. Ja, klopt. Ik heb jou gezien. Jij was... Goddammit, was twee keer deze avond. Maar, kijk, als iemand iets heel verdachts ziet, dan is het slim om die deuren van cafeteria dicht te gooien. Dus ik denk, misschien heeft iemand... Aaron, zeg jij eens wat. Schijnbaar niet. Nou, het is allemaal heel erg anders gebeurd. Ik was, ik ben ook aan het eten. Anyway, ik was kabeltjes aan het verbinden bij Weapons. Of nee, met die schermen. Dat is Navigation. Navigation, ja. Helemaal rechts is dat, toch? Ja. Dus ik heb niet zoveel nuttigs te melden, vrees ik. Oké. Maar ja, als we het niet doen, is het dubbel kill en klaar, hè? Ja, klopt. Dus Milan? Nou, ik denk dat... Ik weet zeker dat Shirin het niet is. En mijn meeste... Ik denk eerder Aaron en Sander. Ja, ik verdenk Luc ook, hoor. Eerlijk gezegd. Ik verdenk Luc ook. Ik denk dat jij aan mij denkt. Nou, we moeten nu stemmen, jongens. Ik weet het niet. Sander, wie stem jij? Ja, wie denk je? Ja, weet ik veel. Milan. Milan, ja, tuurlijk. Ik weet het niet. Oh. Ja, inderdaad.
Wat een leier zijn jullie, zeg. Blijf nou met je poten van die dingen af, jongens en meisjes. Oh, huh? Oh, moet hier zijn. Lastig wordt dit nu. Dum, dum, dum. Wie heeft iets gezien? Nou, Sander. Ik heb een body gezien in de gang van de T-splitsing naar Medical toe, zeg maar. Echt net tussen Medical en... Mag ik één dingetje zeggen? Ik was dus, ik liep in die gangen van Oxygen en Navigations. Yeah. En daar gebeurde iets heel vreemds. Ik weet niet wat het was, maar het was Sander liep hit op en neer, Stephanie ook. En ik dacht zo van, huh? Ja, nou is Stephanie dood, dus ja. Nou, ik dacht ook dat, ik denk ook dat het een zelfreport is, omdat ik echt 2 seconden voordat de ding afging, ik dings nog heb gezien, Steve, zeg maar. Dus ik dacht van, die kill en degene die hem heeft gevonden, die moeten elkaar gezien hebben. Ja, maar ik heb... En ik heb ook, wat Luc zei, heb ik ook gezien. Ja, Sander loopt er echt heel veel dag bij, want die liep net het achter Stephanie aan of zo. En nu heb ik het gevoel dat je samenwerkt met Luc. Shit. Ja, echt, hè? Dit is echt kut. Ik snap hem, maar ja. Ik kan alleen maar zeggen wat ik gezien heb. Ja, of we staan Milan gewoon eruit. Ja, nee, maar sowieso, we stemmen Milan eruit, maar... Want Milan is het sowieso... Sander, oh, die man, jongen. Als jij nu niet bent, dan verneuk je het echt voor jezelf, want ik ga sowieso op jou stemmen. Oh. In dat geval is Milan het niet. Ja, maar... Nee, ik weet gewoon oprecht niet wie het is. Maar ik denk dat diegene gewoon in medical is gelopen, gevent is naar weet ik het waar, en dat ik hem daardoor niet heb gezien. Fantastisch, ik denk dat. Jelin, wat doe jij? Ja, ga hem voor mij. Ja. Ja. Oké. Fair enough. Op zichzelf stemmen. Ja, tuurlijk. Dat ziet er mooi uit voor de video. Milan. Ave Maria. Het is wel Milan. Milan echt ziek hard. Ja, ik denk dat het Milan is. Oh, zie je? Zie je? Ik zei het. Samenwerken. Dat is zo pijnlijk, hè. Wow, Aaron, wat heb je daar gedaan dan? Ik ben op dreef, jongen. Ik ben echt een moordmachine op het moment. Ik heb helemaal niemand gekillt. Ja, dat was echt niet leuk. Echt de tweede keer dat je me zo snel gewoon neersteekt. Ja, ik was echt... Oh, dit was echt een baas. Ja, want ik had Steve echt net nog gezien voordat ze dood was. Ja jongens, het is Luc. Ik zag het. En toen vent hij weg. Kut! Ik dacht, is het wel veilig? Maar ja, sorry. Ja, nee, niks, sorry. Het is gewoon Luc. Hoe vaak is het hier dan niet geweest, jongen? Holy shit. Dan stemmen we hem eruit. Je was te greedy, Luc. Nee, denk ik toch dat ik op Sander ga stemmen. Ja, iedereen zit altijd op mij. En terecht ook, vaak. Soms. Ave Maria. Yeah.
Ik weet niet wie het is, de laatste. De volgende shilling, gewoon even. Hey, een body. Oef. Even kijken, wie is er nu paars? Saskia heb ik gevonden tussen de vrouw en God, Electrical. Oh. Oh, wow. Waar heb je gevonden? Ja, ik denk de... Ja. Dan is het Sander. Ik heb Saskia gevonden tussen de gang tussen de lower engine en electrical, daar zo. Ja, ik ben heel erg ver met mijn Tacon. Ik kon niks doen. Wordt ze de hele tijd opgesloten. Yo, dit gaat wel fucking snel, man. Ja, dit gaat echt heel snel. Wie van jullie twee het is? Ik sta op Sander chillen. Ja, ik ook. Ik ga met je mee. Ik weet niet, ik heb gewoon zo'n gevoel. Ja, ik heb ook het gevoel, want ik stond met jou appel opgesloten net, met electrical. Ja, klopt. Jullie spannen ook echt altijd samen. Ik weet niet wat het is, maar echt het vrouwenvolk hier spant altijd samen met elkaar. Ja, uit wie het nou is, die doen altijd samen stemmen. Dat is echt, echt vervelend. Luke, hoe vaak ben jij het wel niet geweest vandaag? Ja, dit is al de vijfde keer of zo. Te doen. En Sander het ook al een paar keer. Ja, Sander ook al een paar keer. Ja, ik denk zo en zo niet, dan is hij toch. Al twee mensen, ik word niet vermoord. Hey Luke, je hebt de game. Wat? Ja, hij doet even een beetje vreemd. I know the feeling. Maar serieus, dat ook in die video's, dan elke keer, dan is er geen idee van hoe of wat. En dan zegt gewoon iemand zo van, ja, we stemmen gewoon die. Ja, is goed. En dan vervolgens zet iedereen mee. Nee, hey, maar was het wel goed, of niet, Luke? Klopt wel. Ah, nee, maar soms ook niet, soms ook, heel vaak is Celine het. En die zegt dan van, ja, stemmen we gewoon die stemmen? En dan vervolgens, ja, dan... Ja, jij bent weer iemand die er weer gender gaat achterzien, hè? Echt, jongen. Ik vind genders te maken. Schok. De electrical is weer terug. Oh. Ik heb Babushka gevonden in de electrical. Ik heb verder niemand gezien. Ik heb wel Celine die kant op zien lopen. Maar ik weet niet of zij echt. Dat is het al verdacht. Ja. Iemand heeft mij gezien dat ik in. Hoe heet het? Security heb ik even binnengelopen te checken en daar ben ik zijn zus gaan doen. Iemand heeft me gezien, maar ik weet niet meer wie. Maar vanuit security kan je toch venten naar... Ja. Oh, ja, jezus, dat onthoud ik echt elke keer niet, hoor. Ja, goed excuus. Ik denk dat we Celine er maar even uit moeten stellen. Ja, alweer, omdat ze, omdat ja, ze het kan zijn. Maar het is wel verdacht. Ja, ik mag nog even checken. Ik ben er gewoon heen gelopen. En niemand heeft me gezien. Het is toch geen... Jongen, we zijn net begonnen. Dan ga je nou security checken? Nee, ik ben er toch gewoon heen gelopen. Heel goed. Nee, ik ben niet op de camera's gaan kijken. Ik check altijd de kamers. Gewoon even inlopen. Kijken of die reportbutton komt. Maar waarom ben je niet bezig met je taken dan? Jawel, ik zei ik ben daarna naar Simon's zus gedaan. Dat is het tegenover. Mijn zus. Simon's zus. Ik weet het niet, jongens. Wie heeft mij gezien? Iemand heeft me in de gang zien lopen. Ik kan toch niet venten als ik in de gang ben? Nee, ik heb jou ook niet gezien. Ik heb jou gezien in stories dat jij die kant op ging. Was het niet iemand die dood was? Ja! Waarom houdt diegene nou zijn kop? Dat zal het wel zijn. Ja, ik liep in de gang, dan kan je niet venten. Ja, ik ga voor Celine, ik weet niet wat jullie doen. Ja, ik weet, ik stop nog even, maar ik hou ze even achter. Ja, hoor. Nou, ik wil hem niet weer verneuken. Het kan ook een zelfgepocht zijn, hè? Ja, dat kan zeker. Ze gaat wel heel erg op Celine. Ja, durf niet. Nee, ik ben het niet. Oh, drie mensen. Oeh, dat was close. Dat was zeer pittig close. Easy win! Ja, ik zat die likes button maar echt te spammen. Ja. Hey,
eventjes knieën in de voortaan stoppen met zo vaak live. Ja, ik deed het expres. Ik dacht, mocht er zo meteen een report zijn, dan ga ik zeggen van stop alsjeblieft met die lichten. Ja, dat zou ook... ik niet langer dan 10 seconden kunnen leven. Dat zou zeer op prijs gesteld zijn. Dank u wel. Nope. Maar ik heb die licht helemaal niet uitgedaan. Wie doet het dan? Ja, dat was ik. Oh, wel jij, oké. Okay. Ja. Ik heb niet lang. Ja, gezien dat stevig was. Ja, ja. Wie is dat? Steefje. 100% Steefje. Ja. Wat gebeurde er? Ja, die kilde Luc. Ik was O2 aan het fixen. En toen kilde je Luc. Staat je Luc. Daar. En vervolgens komen Milan en Sander allebei die kant op. En Luc is dood. Ik liep echt net uit het frame. Ik kwam er aanlopen en opeens stond iedereen daar. Oh, alsjeblieft. De mensen die nu niet op Steefje stemmen, die vind ja, ik persoonlijk opzoeken. Ja, ik ben persoonlijk. Nee, ja, Steven. Oh, zo jammer. Toch. Dat is echt heel jammer. Aaron had me wel kunnen killen, dus ik verwacht niet dat Aaron het is. En ik denk ook niet dat Sander het is. Zo jammer weer dit. Navigations, maar ik wil eventjes, ik wou zeggen, ja, ik vind Milan echt totaal niet verdacht, maar ik zie dat hij eruit is. Ja, dat heeft niet zo heel veel nut. Ja, dat werkt dus niet. Ja, Milan is dus niet verdacht, dat is een feit. Ik denk dat, of Babushka of Aaron. Want ja, ik denk dat Jelin en Sander het niet zijn. Ja, ik kan dat bevestigen, ik was de hele tijd bij jullie. Ja. Jullie hadden echt genoeg kans om mij te killen. Ja, Babushka of Aaron. Nou, ja, hier is choice. Ik ben het niet. Ja, ik ben het niet. Maar waar waren jullie? Ik was in storage fuel can aan het doen. Echt net? Echt net. Dat is bullshit. Maar daar waren we. Nee, want Aaron, ik kwam jou langs en jij liep naar links en liep naar rechts. Ja, maar heb ik jou gezien? Echt voor een split second, want we liepen elkaar langs. Ja, dat bedoel ik. Ik heb jou niet gezien, hè? Ik heb wel nou, dan moet je beter opletten, want ik heb je wel langs zien lopen namelijk. Je uit storage of uit electrical? Oké, eerst, want als we nu gewoon één iemand er sowieso uitstemmen, dan kunnen we daarna de volgende eruit stemmen. Nou ja, wie verdachten jullie het meest? En klik daarop. Ik heb geen idee. Ja, nou. Okay. Jullie? Dus dan gaan we voor Aaron. Safe choice. Ja. Maar ja, ik heb jullie wel zien lopen daar bij die gang bij Electrical. Jij komt wel van de rechterkant naar links, dus ja. En waar was je gevonden? Navigation. Dus dat is aan de rechterkant. Ja, we waren alle twee aan de linkerkant. Ja, ik ga dan voor Aaron als ik Even het zien killen. Tappen. Ja, een beter alibi heb ik ook niet. Ik ben het niet, maar ja. Succes. Oh. Als Babushka. Ja, Aaron niet is, weet je. Als Babushka het is, hè. Easy kill. Oh ja, Celine gaat dood. Oh, iedereen loopt daar natuurlijk naartoe.
Ik dacht dat Celine... Oh, daar staat Celine. Ik dacht dat ik dacht... Oh jee. Ik kan niet op emergency button. Komt omdat hij het licht had gedaan. Maar ik ging toch voor de taak en ja. Ja, why? Dat was echt dom. Dat was duidelijk dat het Bushcat was. Ja. Stephanie, je hebt me zo erg geholpen die ronde om zich je dood was. Ja. Oh, deze zijn echt kut. Want ik verneuk het altijd. Dit is je girl Sander. Blijf van me af, Sander. Bliep, 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 bloep, blap, bloep, bliep, bliep, bloep, bliep, bliep, bloep, blap, bliep. Oeh, er is deze pas één iemand zo dood. Moeilijk. Ja, ik snap dat dit overal is. Zeker. Ik kan nergens doorheen met deze map. Ik kom niet doorheen. Nee. Ja, dat is echt onduidelijk. Ik loop ook echt als een kip van de kop rond. Je kan toch gewoon de map openen? Wat zitten jullie te zeggen? Nee, er zitten onzichtbare lijnen tussen. Ja, daar je denkt, je kan ergens doorheen en toch weer niet. En er zit blijkbaar een hek. Nee, want je kan de map zien waar de deuren zitten en waar niet. Nee, het makkelijk echt wel gedaan. Ja. Ja. En zelfs de taken moet ik ook helemaal kijken. Oké, wat moet ik doen? Ja. Maar goed, ik heb de body gevonden. Volgens mij is dat communication. In ieder geval die schermen waar je zo'n opdracht hebt, waar je zo'n ding naar beneden moet halen en dan moet je een minuut wachten. Is dat links, rechts, onder? Nee, inderdaad, waar? Naast het. Oh, dit wordt echt een lastig potje, dit. Beetje links in het midden, zeg maar. Ja, een van de losstaande gebouwen. Ja, een van de losstaande gebouwen, dat klopt. Ik ben helemaal rechts bovenin en ik heb Sander gezien, als ik het goed zeg. Was hij in Laboratory of Med Bay? In Med Bay. Ja, helemaal rechts bovenin is dat toch? Ja, Laboratory is rechts onderin, Med Bay is rechts bovenin. Ik ben boven. Nou, ik weet niet waar ik ben. Ik was met dat stuurding dat je moet sturen. Helemaal links, dat is Water Wheel waarschijnlijk. Ja, de, ja. Kleine zus. Hoezo? Ja, maar jongens, hebben jullie ook al gezien hoe ver de taakbalk zit? Nee. Nee. Echt vet ver. Okay. Dan kunnen we beter gewoon de tasks completen. Is er trouwens één of twee imposter? Ja. Twee. Oké. Okay. Nou ja, skippen we gewoon. Ik zou skippen, als we het niet weten. Maar goed, dat doe ik. Dat is een domme. Ah, ja. Ik was in security en ik kon daar op report zitten. Ik heb nog even in de grond zitten kijken, maar ik kon de body niet zien. Dan ligt hij waarschijnlijk bij de stoelen verstopt. Okay. Ah, de security. Helemaal links bovenin. Hoe weet hij niet dat Aaron het is? Volgens mij waar de lichten uit. Hij heeft het verdomme uit. De lichten gezien. Dat is verdomme. Yes, en daarna kwam jij binnen en ik ging naar rechts en jij ging... waarschijnlijk naar security. Hoe heeft Sander dit niet gezien? What the fuck? Ik heb Sander er wel heen zien lopen. En ik heb Saskia ook weg zien lopen. Nou ja, die kwam naar me toe lopen. Is het iemand gezien? Ik heb alleen Milan gezien, maar ja, dat heeft helemaal geen nut. Die klinkt nu heel verdacht. Ja. Jij hebt hem gezien, hè? Nou, ik heb hem gezien toen met het kaart swipen. Daarna heb ik hem niet meer gezien en toen waren de deuren dicht. Was dat aan het begin? Ik weet niet of je het weet, maar je kan op deze map de deuren openen. Oh, hoe doe je dat dan? Nou, dan als je voor een dichte deur... Sorry. Als je voor een dichte deur staat, kan je rechtsonderin op use klikken en dan zie je rode switches. En degene die lichter rood zijn, die moet je dan op klikken. Oké, thanks. Oh. Maar is dat een mogelijke zelfgeboorte?
Dat is altijd mogelijk. Maar heeft ik iemand kan niet op mij stemmen. Nee, want voor de rest heb ik dus niks gezien behalve Sander samen met mij bij de lijst. Dus vlakbij security. En daarna Steve die bij de telescoop stond. Dan, als je mij eruit stemt, dan, en er zijn nog twee imposters, dan is het echt wel makkelijk voor hun om te winnen. Ik verstond echt de helft. Ik skip nieuws, ik heb geen idee. Ik iets over dat als je hem eruit stemt, dat het makkelijker is voor de imposters om te winnen. Ja, dat is het toch wel. Ik ben confused. Me too. Oh, ik ben helemaal niet zo heel verdacht. Jalin is het in ieder geval niet. Ja, Steve. Ja, buddy. Steve, ja. Jongens, ik heb geen idee waar ik ben. Ik heb Jalin gevonden, maar dat is dicht bij die plek waar we straks weer beginnen. Ja, soort van cafeteria. Ja, daar. There you go. Hoe kan dat? Ik was letterlijk in office. Ja, jij stond er echt net rechts. Heb je op Vitals iets gezien? Ja, ik heb Sander niet gezien hoor, dus... Nee, Sander stond bij mijn vorige suspicion van Sander zijn ook weg, want hij ging terug naar samples wat hij eerst deed. Dat heeft hij dus goed onthouden. Dat heb ik niet goed onthouden, ik moest gewoon die task doen. Geloof me niet. Nee, ik ging naar Vitals, daar zag ik dat Rood dood was. Mm-hmm. En toen kwam de... Report, ja. Kan ook samen met die van Babushka en Sander zijn. Niet gezien. Ik heb dat zou gaat het echt voor zijn. Dat zou inderdaad, dat zou kunnen. Als jullie denken dat kan. Dat Babushka en Sander samenwerken en dat ze doen alsof ze elkaar. Ik vond alleen Sander was al verdacht en nu is die weer verdacht. Dus we moeten er nu iemand uit gaan stemmen. Is goed. Okay. Ik vind hem nu minder verdacht, want hij stond, ik weet niet hoe lang met mij bij security. Oké. Laat maar. Wie zijn de imposters nou dan? Als hij ook al zichzelf eruit stemt, dan weet je dat hij het is. Oh nee. Te gaan. Ik zie Whiskey muten. De Steve effective. Nee. Ik kon niks vinden, ik wist de weg niet. Ik heb echt al het werk gedaan. Lekker hoor. Dit hebben jullie dus volledig aan Sander te danken, want ik kwam gewoon bij Milans lichaam vandaan lopen. Hij liep langs me en hij zei gewoon niks. Dat was zo heftig. Niks. Mijn hartslag zat echt door het dak heen. En hij zei gewoon, ik weet niet, ik heb... Ja, maar dat was zo heftig, want jij loopt er notabene vandaan. Hij komt jou echt 2 meter van mijn body komt jou tegen. Niet te doen. Ja, dat klopt. Ik zag aan dat Simon, ook gewoon iemand van. Dacht ik, snel dan naar gaan. Ik ga toch nog niet naar bed, hoor. Maar je hebt wel gelijk. Morgen wordt wel een lange dag. Oh, dat schiet op. Jezus, we zijn nog niet eens 2 seconden bezig. Jezus. Zo, dat was snel. Zo. Wat zit daar een snelheid in, zeg? Yep. Milan. Nou. In, electrical. Zeg maar weer voor security. Alleen nu die gang. Niet nu. Nee, morgen is de streammarathon, Simon. Wat daar zit? Heb je de trailer niet gekeken? In 3 dagen gaan we van 12 tot 12 streammarathon doen. Of download. Dus morgen overmorgen. Ze zitten er alle 2 namelijk. Ja. Maar goed, als je security daarvoor, zeg maar, gewoon. Is links boven? Ik weet niet eens waar security is. Helemaal linksboven bij de bad. Security? Ja. Oh, dat is bij Baso Electrical. Oh, ja, ook. Ja. Oké, ja, dan weet ik wat het is. Ja, georiënteerd iedereen? Ja. Kijk even de trailer, Simon. Duurt 10 seconden. Ik weet niet wie het is. Waarschijnlijk heb ik Aaron weer kunnen zien. Die is weer ergens weggeglipt. Nee, ik was recht bovenin. Ja, kan iemand dat confirmen? Ik was in storage en ik liep naar buiten. En ik zag Saskia naar links onder gaan. En ik zag Aaron
naar rechts toe gaan. Dus ik weet niet of die er dan vandaan is gekomen. Maar ja, dat weet ik niet. Het lichaam is echt ik ga hem niet kijken. Ergens anders gevonden. Is hij helemaal bovenin? Nee, want ik heb jou echt net gezien toen de meeting kwam. En ik ben bij Storage. Storage is gelijk als je uit je... Ik ben blauw, hè? Dropship. Ja? Het is het laatste potje trouwens, Simon. Dus na dit potje kan je... Het lichaam is ergens links gevonden. Ik sta helemaal rechts bovenin. Nou, ben je heel snel. Maar... Ja, MedBay is toch echt heel erg verschillend met Storage. Ze zitten niet bij elkaar heel erg in de buurt. Ik zag jou volgens mij echt, ik kom net Storage uit, ik zag jou naar rechts gaan. 9, 8. Je hebt echt, ik ga skippen, je hebt echt een verkeerde kleur gezien. Nee, ik heb blauw gezien. Of is er nu gewoon heel erg tijd aan het rekken dat we voor de rest niks kunnen doen? Ja, zoiets, ja. Hier, Sander staat ook op mij. Suspicious. Ja, ik wil niet weer dezelfde fout maken. Ja. Yeah. Ja, het is Babushka. Waarom ik? Ik zag jou in die gang en ik heb Aaron in de gang beneden gevonden. Nee. Ik zag jou helemaal niet. Ik stond bij admin. Nee. Decontamination zat ik in en ik zag jou, die deur was dicht en ik zag jou aan de andere kant van de deur staan. Ik heb jou helemaal nergens gezien. Ja, ik stond in decontamination, de deur was dicht en ik zag jou aan de andere kant van de deur. Jij zag waarschijnlijk mij, je bent heel hard naar beneden gerend en ik ben naar beneden gegaan, daar lag Aaron. Ik stond gewoon bij de admin table. Nee. Of je bent een self-reporter, Celine. Ja, nee, ja, het is Babushka, ik stond aan de andere kant van de deur. Nee, ik weet echt niet waar je het over hebt. Ik heb je helemaal niet gezien. Nee, vast niet, maar ik jou wel. Ook niet echt het gevoel van laten we Celine direct geloven, zeg maar. Heel veel zin. Ja, ik weet het niet. Het zou bijna kunnen. Celine, jij hebt het ook gezien. Ik ging naar rechtsboven. En dan kan je daar de decontamination in gaan. Ja, maar dat zij jou heeft gezien betekent niet dat ik het heb gezien. Nee, maar de body ligt helemaal rechts onderin. Daar kan ik niet snel genoeg voor zijn. Jij hebt mij, ik zag jou aan de andere kant van de deur. Wat een beetje moeilijk. Doorgewonden zag je ook. Ik weet het ook niet. Oh. Het kan allebei zijn. We kunnen echt niet skippen. Want Milan en Aaron zijn bij. Ik zag Babushka aan de andere kant van de deur. Nou, ik heb jou echt totaal niet gezien. Nee, dat zou ik vast inderdaad zeggen, ja. Ja, en wat zou Aaron ervan zeggen van de vorige ronde? Ja, die is dood. Ja, nee, niet deze ronde. De vorige ronde zei je ook al dat je hem opeens zag. Ja, ik had hem ook gezien. Ja, ik heb nooit gezegd dat hij het was. Jij bent het. Ja, ik... Ja, Shilin, wat doe jij? Ik ga voor Celine. Ik weet het niet. Ik heb zo'n Bushka gezien. Echt. Sander? Kom op, Sander. Sander zit een keer goed en dan hebben we Nonnie gewonnen. Ik weet het ook echt totaal. Doei! Blond. Het is af. Zo jammer dit. Jullie moeten je echt schamen. Dat ik zo lief tegen mijn eigen zus. Ja, bitch. Ik had het echt helemaal niet gezien. Je zag me heel hard naar beneden. Ik heb wel gelijk dat ik jou niet zie, want als je in de kamer staat, kan je de andere kant wel zien, maar ik kan jou niet zien. Maar ik zag de stoom en ik dacht van, oh nee. Ja, er komt iemand uit. Oh, dat ze daarmee is weggekomen. Ik zei nog op stream van Sander kiest eindelijk een keer de goeie en dan winnen we ze nog niet.